Hey en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een bestelling liggen hier voor weer een nieuwe shop or flop die ik van jullie aangevraagd heb gekregen. Dit is namelijk een bestelling van Gymshark en ik denk dat iedereen die ook maar ooit zich een beetje heeft verdiept in sportleggings en sportbh's ooit wel van Gymshark heeft gehoord. Er zijn ook heel veel influencers die er echt extreem veel over promoten. Net als Stronger. Maar ik denk dat Gymshark nog even wat groter is. En ik kreeg heel veel vragen of ik die misschien een keertje wilde testen voor een shop or flop. Om te kijken of de sportkleding van Gymshark inderdaad size inclusive genoeg is om er als een curvy girl ook te kunnen shoppen. Wat ik wel zag is dat ze niet alleen maar super dunne modellen gebruiken. Maar ook modellen met een iets wat ander maatje dan echt die sportatletische dames die je vaak ziet met sportmerken. Maar wat me wel heel erg opviel was dat ze inderdaad maar tot een extra large gingen. Dus niet groter dan dat. We gaan kijken hoe die extra large valt. Want ik heb dus een aantal setjes besteld uit verschillende lijnen, verschillende soorten dingen. En we gaan vandaag samen kijken hoe ze staan, of ze size inclusive zijn, hoe de prijs-kwaliteit verhouding is. Dus mocht je er zin in hebben, dan zou ik zeggen doe vast een duimpje omhoog en dan ga ik heel gauw beginnen. Goed, laat ik beginnen met de eerste set. Ik vond de kleur van deze legging vooral heel erg mooi. Er staat dus heel groot Gymshark op de band. En dit is de Flex Legging in Pebble Pink. Claret Marl, Claret Pebble Pink. Alles staat natuurlijk in de beschrijving gelinkt. Ik heb hiervan een large. Ik weet niet waarom ik een large heb. Volgens mij had ik van alles een extra large. Of zou er hiervan geen extra large beschikbaar zijn geweest. We gaan kijken hoe erg die stretcht. Maar als ik dit zie, is het net een kinderlegging. Nou moet ik zeggen, ik heb ooit een vlog gezien van Sarah Rebecca. Die toen een paar Gymshark leggings inderdaad had besteld voor zichzelf. En echt zoiets had van, nou, dit is net een kinderlegging. En hem echt zo omhoog hield. Kijk, als je dit ziet, is het echt inimini, maar het schijnt dus enorm te rekken. En dan wel lekker te zitten. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ook zeker kijken of ze niet afzakken als je bijvoorbeeld squat of iets dergelijks. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel echt heel mooi met de beleidingen en dergelijke. Het voelt als een lekker stofje. Wel relatief dik. Ik sport heel vaak gewoon thuis in mijn eigen kamer. Dat doen we op het moment denk ik allemaal. Dus ja, dan vind ik het vaak gewoon warm. Omdat dan ook de verwarming aanstaat en zo. Dus ik sport heel graag in een dunne legging of in een shortje of in mijn onderbroek als het zomer is. Maar goed, dus ik ben heel benieuwd hoe warm ik deze ga vinden. Qua prijs kost deze in ieder geval €45. En daarbovenop ga ik een topje testen. Ik had al een heleboel sportbh's en zo in mijn mandje zitten. Die gaan we zo meteen bekijken. Toen dacht ik ineens, op zich is zo'n sporttop ook wel leuk om te testen. Dus ik heb de Training Oversized Vest in Black besteld in een extra large. Het is gewoon een hele simpele tanktop met aan de voorkant hier het logo erop. Oké, dat ligt er wel echt bovenop moet ik zeggen als ik het zo voel. Dus de kans dat dat gaat slijten of zo is wel aanwezig. Maar goed, verder gewoon heel simpel wijdvallende tanktop. Ik ben benieuwd hoe lang die is. Volgens mij gaat die echt best wel lang zijn. Maar goed, die ga ik gewoon proberen over een sport BH die jullie straks bij een andere outfit wat beter gaan zien. Maar die combinatie dus. De vogels op het dak hebben ineens besloten om een feestje te gaan vieren. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben. Maar deze top kost €20. Vind ik een prima prijsje. Dus laten we kijken hoe het staat. Alright, ik heb lekker mijn haar sportief omhoog gestoken. Eigenlijk gewoon omdat ik het heel erg warm heb. Maar het past. Ik was echt heel bang dat de large te klein zou zijn. Maar hij zit echt best wel goed. Je ziet hem wel hier zo bij die band een beetje zo naar binnen gaan. Maar ja, dat is ook gewoon hoe mijn lichaamshouding is. En dat hier mijn taille gewoon smaller is dan dat het hier is. Maar hij zit echt heel goed. Ben ik heel verbaasd over. Ik dacht echt, nou, dit wordt helemaal niks. Als je hem aan het begin zag, was het echt net een kinderbroek. Maar hij zit zo lekker. Goede lengte ook. Ik ben 1,75. En ik heb het net getest. Hij is squat-proof. Ik bedoel, als dit een large is, dan is een extra large waarschijnlijk nog een stukje soepeler. En deze heeft echt ook nog ruimte over, zoals je ziet. Het is echt een lekker stofje, echt kwalitatief goed. Ik vind het een hele leuke legging. Misschien dat deze het wel wordt. Deze ga houden. De top vind ik een beetje te oversized voor mij. Kijk, als hij helemaal uithangt, dan hangt hij tot hier. Ik gok dat ik hiervan
Ja, ik zou een top willen hebben die dan tot hier valt of zo. En niet tot hier. Ik gok dat mijn moeder dit wel heel erg lekker vindt. En ik denk dat ik hierin ook gewoon naar een large had gekund. Nou is mijn bovenlijf over het algemeen een kleinere maat dan mijn onderlijf. Maar ik wist het niet goed. Maar ik kan denk ik gewoon naar een large. Misschien zelfs een medium. In ieder geval voor Curvy Girls approved. Want hij heeft echt alle ruimte. Deze is ook niet de grootste maat. En hij zit al prima. Prijs-kwaliteit verhouding ook top. Hele goede eerste indruk. Ik zit overigens net even in mijn mail te kijken. En ik heb van die vorige legging echt een extra large besteld. Dus daar is iets fout gegaan dat ik een large opgestuurd heb gekregen. Ik heb hier in ieder geval de volgende set. En ik hoop dat ik dan van deze wel echt een extra large heb ontvangen. Ja, oké. Dit is namelijk een Gymshark shortje. Volgens mij is dit de achterkant. Dit is de voorkant. In ieder geval is het de Flex Shorts in Black in dus een extra large. En wat ik al zei, ik vind het zelf gewoon heel erg fijn om in een shortje te sporten. Aangezien ik dus thuis sport en ik het anders gewoon veel te warm heb in een huis met een verwarming en weet ik het wat. Ik weet niet hoe het is op een sportschool, want ik sport nooit op een sportschool. Ik heb nog nooit op een sportschool sport, behalve vroeger met de middelbare school toen we met het laatste jaar van alles gingen proberen. Maar ik vind gewoon zo'n shortje veel lekkerder en fijner. Of dus een goed ademende legging. En bovenop die short wil ik deze sport BH gaan proberen. Hij is heel basic, heel simpel. Aan de achterkant staat heel groot Gymshark. Aan de voorkant kun je hier zo zien staan Gymshark. En deze heb ik ook in een extra large. Het is de Flex Strappy Sports Bra. Had ik waarschijnlijk ook onder de top er net aan. Mocht je die dus BH dus mooi hebben gevonden. Ik zie dat je de padding eruit kunt halen. Ja, ik vind hem niet heel geweldig aanvoelen. Maar goed, het is maar net of je comfortabel bent bij het feit dat misschien je tepels anders zichtbaar zijn. En ja, verder gewoon heel simpel. Hij zit dus wel relatief kort bij je nek. Maar goed, dat vind ik over het algemeen geen probleem. Ik heb niet het idee dat hij extreem veel support zal bieden. Maar we gaan er gewoon naar kijken. Qua prijzen is de sport BH 30 euro en ook de short 30 euro. Dus voor 60 euro heb je dan een outfit. Ik was heel erg benieuwd of deze short inderdaad echt anders zou zijn qua maat dan de large hiervoor van de legging. Ik moet zeggen, hij heeft wel ietsjes meer ruimte. Maar ik moet even zeggen dat ik de vorige eigenlijk lekkerder vond zitten. Hij is ook weer squat-proof. Hij komt dus tot ongeveer halverwege mijn bovenbenen. Ook ideaal dus om zomers te dragen ergens onder tegen schurende benen. Ja, ik vind het gewoon ook weer een hele mooie. Hij is dus eigenlijk van hetzelfde lijn als die vorige. Dus ook de beleidingen en zo zijn hetzelfde. Ik vind het wel heel mooi, die strepen zo onder je kont. Maak het toch weer net even wat ronder of zo. Je ziet ook hier wel weer dit. Dus dat ligt niet aan dat die vorige een large was. Dat is gewoon hoe deze band werkt. Die band zorgt er wel voor dat als ik squat of zo. 1. Hij schijnt niet door bij squatten. En 2. Hij zakt dus niet af door die band. Wat ik echt top vind. Dus I like it. De sport BH. I don't really know. Ik denk dat ik hiervan ook een kleinere maat zou moeten hebben. Want ik heb niet het gevoel dat ik ook maar iets van support ervan heb nu. Het is ook geen charmant model, vind ik. Ik vind de achterkant op zich wel mooi met dat Gymshark zo erop geschreven. Mooi ook die kaartjes zo onder elkaar. Maar de sport BH, ik denk dat als je een goede maat hebt, dat die op zich low support geeft. Weet je, als je gaat yoga of pilates gaat doen of zo. Maar zodra je gaat rennen of echt ja, iets van cardio wil gaan doen, dan denk ik niet dat dit genoeg is. De padding zit ook overal voel ik nu, dus die zou ik er zelf uithalen. Ja, ik denk dat ik gewoon een large ben in plaats van een extra large. Wat positief is, want dat betekent dat er net even wat meer speling zit in de maat dan wat ik dacht. En dat is voor curvy girls goed. Dan kennen jullie mij. Ik hou van kleur. Oftewel, ik heb een lekker kleurig setje uitgekozen. Ik heb hier als eerste de Sport BH. Even kijken hoor. Hoe zit deze? Zo. Hij heeft allerlei bandjes namelijk. Dus vandaar dat ik een beetje aan het worstelen daarmee ben. Maar goed, dit is hem dus. Ik vind deze dus een stukje ja, leuker eruit zien dan die andere. Hij heeft aan de achterkant ook nog zo'n halter gedeelte. Met ook weer een stukje huid dat je laat zien. Dit is de Vital Boots Sports Bra in Heat Red Marl en Extra Large. Je ziet hier zo in de achterkant weer dat logootje. Ja, ik ben dus over het algemeen niet iemand die houdt van logootjes op kleding. Daarom had ik ook zelf
nooit uit mezelf bedacht, oh, ik ga Gymshark bestellen. Maar voor hetzelfde geld is het een heel erg fijn merk. Daar komen we in deze video gewoon samen achter. Hij heeft er ook weer padding in zitten die eruit zou kunnen halen. Ja, je kunt hem eruit halen als je wil. Het is echt niet te laten zien, zo merk ik, met al die touwtjes. Gelukkig krijgen we zo meteen een aanbeeld. En daarbij heb ik natuurlijk ook nog een legging. En volgens mij was dit een seamless legging. Een Vital Boost legging in een extra large. Ik weet niet meer of ze dit seamless noemden. Zal wel niet, denk ik. Nee, het zit hier gewoon een naad. In ieder geval is het dus een hele simpele sportbroek. Heeft hij nou... Oh mijn god. Hij heeft hier in de band een rit zitten. Zodat je dus hier in de band zelf iets kunt stoppen. Hoe handig is dat als je inderdaad op de sportschool gaat sporten en eventjes je pasje kwijt moet. Of whatever. Heel slim. Oké, dit is hem dus in ieder geval. Verder heel simpel. Hij heeft een hele boeiende constructie op de kont zitten. Waardoor ik denk dat hij gemaakt is om je kont wat mooier uit te laten komen. I don't know. Dat idee krijg ik er heel erg van. Ik vind de kleur vooral heel erg leuk. Er staat ook weer hier een logootje op. Ik vind het wel opvallend dat dat logo er elke keer echt op ligt. En niet gewoon mee is genomen in de stof. Waardoor ik denk dat dat het eerste gaat zijn wat gaat slijten. Dan vind ik dat niet zo heel erg. Want ik hou niet van logo's. Maar ik kan me voorstellen dat je als merk zijn dat minder fijn vindt. Maar goed, het is verder dus een hele simpele sportlegging. Die aan de onderkant dit heeft zitten. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat vallen. Ik denk dat het handig is voor over je schoenen of zo. I don't know. Qua prijzen is deze het duurste tot nu toe. De Sport BH kost €40 en de Sport Legging 55. Oké, wat betreft de kleur is dit absoluut een van mijn favorieten. De Sport BH zit ook echt een stuk beter dan de vorige. Hiervan heb ik echt het idee dat het een goede maat is. Ook weer, ja, ik denk low, misschien medium support, niet extreem. Ik gok dat je er wel op kan zoeken, maar ik heb daar niet echt op gelet, moet ik zeggen. Ja, ik vind deze ook gewoon mooi zitten. Ook de achterkant vind ik gewoon heel tof. Ik zal eventjes dit zo weghalen. Kijk, het is toch tof. Ik vind het ook leuk dat deze niet extreem veel middenrift laat zien. Wel een klein beetje. Ik zou hier waarschijnlijk in de sportschool iets overheen aandoen. Maar zo thuis vind ik dit heel erg mooi. Zonder dat ik gelijk tijdens het sporten geconfronteerd word met allemaal vetrollen. Wat confronterend kan zijn, ondanks dat je er zelf oké mee bent. Maar deze broek was een stuk meer gedoe om aan te trekken dan de vorige. Hij zit vervolgens wel goed. Ik heb alleen het idee dat deze band, ja, dat die iets wat minder strak zit dan die andere. Waardoor als ik ga squatten of zo, ik het idee heb dat deze sneller een beetje afzakt. Als ik dit zo doe, dan voel ik hem een beetje bewegen. Verder, als ik ging squatten, zo, je ziet wel een beetje mijn onderbroek zitten. Hij heeft inderdaad echt een detail bij de kont hier zo zitten, waarvan ik denk... Ik weet niet zo zeker wat ik daarvan vind. En als ik de squat, dan is bij deze broek wel echt, ja, te zien dat ik een zwarte onderbroek aan heb. Laten we het zo zeggen. Ik denk dat het komt door de lichtere kleur. Maar dit is wel tot nu toe mijn minst favoriet. De sport BH vind ik leuker dan de vorige. Maar de broek, niet helemaal mijn ding. En dan voor het laatste setje heb ik hier mijn favoriete kleur van allemaal. Ik heb hier dus de legging van gevonden. En helaas was de sporttop uitverkocht in mijn maat. Dus ik heb er een zwarte bij. Maar dit is dus een ombre broek, als ik het goed zeg. Adapt ombre legging in een extra large. Ik ben dus echt verliefd hierop. Hoe ontzettend mooi is dit. Hij voelt ook weer heel kwalitatief. Ook weer best wel stevig. Alles is echt alsof het kindermaatjes zijn. Maar ik ben heel benieuwd of het inderdaad ver gaat stretchen. Hij heeft hier aan de zijkant Gymshark staan. Aan de onderkant op de pijp heeft hij weer een logootje. En de pijp heeft hier aan het uiteinde ook nog een stukje wat strakker zit. Ik ben zo benieuwd of deze goed gaat zitten. Want ik vind hem zo ontzettend mooi en tof. En als deze goed zit, gok ik dat dit mijn nieuwe sportlegging gaat worden. Want... ik vind hem echt zo prachtig. Helaas was het de bijbehorende topper niet meer. Maar wel nog in het zwart. En dat is dus deze. Deze heeft dus een lange mouw. Ik sport eigenlijk nooit in lange mouwen tops. Maar ik dacht, weet je, ik ga verschillende soorten dingen testen. Dan ga ik ook kijken hoe dit zit. Het is dus een cropped top. En dan heeft hij wel een lange mouw. Wat ik een hele boeiende combi vind. Sowieso waren er heel veel cropped dingen. Maar zoals je ook aan het begin kon zien. Hebben ze ook gewoon tanktops en zo. Dus je kunt als je je niet comfortabel voelt. In alleen maar een sport BH. Gewoon prima een shirt kopen bij Gymshark voor eroverheen.
Of je koopt ergens anders een leuk shirt. Ik bedoel, Gymshark is niet de goedkoopste. Dus ik kan me ook voorstellen dat je gewoon bij de Hema een sportshirtje koopt voor over zo'n mooie legging heen. Maar goed, dit is dus de Adapt Ombre Crop Top in een Black Marl in een extra large. Hier zit ook weer, hier zo aan de zijkant, dat het Gymshark is. Zo. Ja, ik vind het gewoon een mooie top. Maar ik denk dat ik hem voornamelijk heel erg mooi had gevonden in dus de kleur van de legging. Dat zwart vind ik zelf gewoon een beetje saai. En oh, ik zie dat hij aan de achterkant dit detail heeft zitten. Dus hij heeft ook nog een mooie detail. Oké, tof. Qua prijzen is de top €40 en de legging €60. Ja, ik val op de duurste legging van allemaal. Ik hoop wat dat betreft dat hij niet goed gaat zitten. Maar laten we er naar kijken. Oké, ik vind het niet echt een top combi door de kleur. Ik denk dat als het allebei de zwarte of allebei die paarsige kleur was geweest, dat het mooier had gestaan. Dus ik kijk daar even doorheen. De legging zit eigenlijk gewoon weer goed. Maar ik moet zeggen dat de eerste legging echt mijn favoriet is. En ik denk dat ik die ga houden voor mezelf. Het was ook een stuk goedkoper dan deze. Dus dat vind ik positief. Ik zal weer eventjes de squats test doen. Ja, je ziet echt niks. Dit is echt de meest oncharmante manier waarop ik ooit op YouTube heb gestaan volgens mij. Maar goed, volgens mij zie je echt niks. Ja, je ziet een beetje de lijn van mijn onderbroek lopen op sommige plekken. Maar dat vind ik zelf niet erg. Ja, ook de lengte weer goed. Ik vind hem mooi. Dit is er ook weer bovenop gezet. Vind ik nog steeds een beetje raar. De top zit eigenlijk ook prima. Ik denk dat ik een maatje kleiner had gekund. Maar het is wel zo'n hele strakke, tight fitting top. En dat is iets waar ik zelf persoonlijk niet zo van houd. Zeker niet ook nog eens met een lange mouw. Want ik zweet nu al. En als ik dan nog moet gaan sporten, word ik daar niet erg blij van. Dat is natuurlijk persoonlijke voorkeur. Maar deze zou ik zelf echt niet bestellen of houden. Ook omdat het ook nog een crop top is. Dus het is niet dat ik denk, het is een lekker lange mouwen shirt voor buiten. Want dan krijg ik wel weer een koud middenrif. Al met al denk ik in ieder geval dat ik Gymshark absoluut een shop ga geven. Ze hebben hele goede kwaliteit. Ze zakken niet af. Ze schijnen niet door. Ja, op die lichte kleur na dan. Ik vind ze size inclusive. Ze zien eruit als echt een kinderbroek. Maar ze zitten echt heerlijk en perfect. Ik zou zeggen, probeer het eens. Ik vind het echt hele goede kwalitatieve items. En ik ben benieuwd wat jullie vinden. Oké, dat was de hele video. Ik heb alle outfitjes die ik had besteld voor jullie gepast. En gekeken hoe het zit. En gekeken naar de prijs-kwaliteit verhouding. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Vind jij Gymshark nou een shop of een flop? Ik ben heel benieuwd. Dus laat het even weten in een reactie. Ik zou het ook wel leuk vinden als je iets van Gymshark hebt om jouw mening daarover te laten horen. Of juist als jij een ander sportmerk kent wat echt heel fijn is voor curvy girls, let us know. Ik bedoel, je curvy girls willen dat weten. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Als je hem leuk vond, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren. Is helemaal gratis en je helpt mij daar heel erg mee. En dan zie ik je graag terug bij een volgende video. Doei doei!